Oké, ken je dat gevoel dat je zo vol zit van het eten dat je geen honger hebt? Goedemorgen. Het is veel te vroeg. Nog vroeger dan dat we normaal naar school gaan. Goedemorgen. Ja, en dat vind ik normaal te vroeg. Maar ik mag weer eentje naar de garage. Garages zijn momenteel zo druk dat we elke keer ook pech hebben daardoor. Dan moet ik een vervolgafspraak maken en dan moet ik gewoon 2 weken, 3 weken wachten elke keer. Ik word er helemaal gek van. Onderdelen doen heel erg lang daarover voor eer dat ze besteld zijn. Ik ben zelfs tussen garages heen en weer aan het gaan omdat ze het gewoon nergens afkrijgen. Ik hoop dat ik die auto vandaag voor het laatst naar de garage kan brengen. Maar eigenlijk wilden ze hem overnacht houden dat alles af kon zijn. Maar morgen heb ik nog een vervolgafspraak na de schade. Die auto die op mij gereden was, mij ingereden was. Dus daar moet ik hem morgenochtend voor hebben. De auto die botste, dat is wat ik dacht. Ja. Die was tegen ons aangebotst. Dus ik kan hem daar niet overnacht laten staan, want dat heb ik morgenochtend niet. Dus echt, ik hoop zo dat het de laatste keer is. Want, dat is het leuke, ik weet nu al dat als we later verder willen gaan, dat het echt, het is nu 19 mei en dan was het sowieso pas in juni. Dus dan is het minimaal 2,5, 3 weken voordat ze verder kunnen. En ik wil er zo vanaf, echt. Nee, maar oom slaapt ook niet in een pyjama. Maar die is wel al onderweg. Die hebben we wakker gebeld, die is onderweg. Maar ik had oom speciaal niet zo vroeg gebeld. Ik denk, we moeten toch even bij de balie. En dan heeft hij zo lang mogelijk nog in zijn bed, zo vroeg. En we staan dus langs de weg te wachten. Ze heeft de warm chocolademelk en die zit op zijn bol. Kijk maar. En dit is te makkelijk. Oh. Laat me laten even zien. Ja. Het is het makkelijkste om zo even te wachten, want je ziet hij ons gelijk staan. En we zitten lekker in het zonnetje en het is heerlijk. Niet te schaduw. Nee, kijk, tadaa, daar is de zon. Ik was jouw schaduw. Maar jij zegt altijd, het is vervelend aan mijn oog, toch? Nou kan je kiezen. Oh. Hou jij chocomelk recht, schat? Anders gaat hij over je heen. Dat doet best wel pijn. En Orlando, die heeft ons heel vroeg opgehaald. Vindt hij heel erg leuk. Ja. Maar goed, we hebben je echt zo laat mogelijk, pas toen we daar waren, hebben we gebeld. Zodat je zo lang mogelijk, we hebben echt elke minuut dat we konden wachten, gewacht. En daarna hebben we netjes zelf nog even buiten staan wachten. Dus we hebben echt wel ons best gedaan. Dus we gaan nu naar huis, dan gaat Sarah aan de schoolwerk. Dat moet af, want vanmiddag hebben we natuurlijk mijn vaders verjaardag. Dan moet dat klaar zijn en Sarah wilde heel graag een mooi make-upje. Want dat doe ik altijd, al heb ik ook nu nog niks op. Voor opa's verjaardag. Dus als de school af is, gaan we dat doen. En als ze niet doorwerkt, heb je lekker pech. Nee. Maar moet je even plagen, toch? Ik heb me ondertussen wel opgemaakt en aangekleed was ik natuurlijk al. Ik heb deze top aan van Mango. Broekstaas ook Mango. En sandalen zijn van Edited. Ik heb ook in huis gerommeld. Even met de school geholpen. Dus dat is allemaal geweest. Mijn broertje haalt ons zo op. En Marco die haalt vanuit werk de auto op. En dan gaan we het cadeau natuurlijk naar mijn vader brengen. Die is vandaag 71 alweer geworden. En ik voel me altijd zo plaatsvervangend oud ook. Ik vond die plaatsvervangend, ja, 71 is gewoon best wel oud al. Dus ik ben zo benieuwd wat hij ervan vindt. Dus we hebben er in ieder geval hard voor gewerkt. Ze heeft de doos helemaal leuk versierd. Dus ja, het moet helemaal leuk gaan worden.
We zijn weer thuis. Sarah ligt gelijk op bed. Ik zit zo vol van die barbecue. Het was wel echt heel lekker, maar echt buikpijn ervan. En ik ben wel blij, want elke keer probeerde ik deze dingetjes te kopen. Dat zijn, hoe noem het nou? Food covers. Ik denk elke keer moet ik die dingen nou noemen. Noem ik het van die netjes of eetbeschermers of wat dan ook. Maar die zijn zo ideaal als je in de tuin eet of barbecuet. En nu heb ik ze, want mijn vader greep er niet op mis. En ik heb echt al 30 keer gekeken in de winkel. Dus helemaal happy. Ik ga thee zetten en gelijk editen. Want de vlog van die ik gisteren ging editen had ik ook nog niet helemaal af. Daar was ik halverwege. Dus ik wil wel even bijblijven. En ik film weer zo lekker gericht. Top talent. Maar eerst thee. I need it. Ik zat me trouwens net te bedenken. Na vandaag. Nee, na morgen. Is het hemelvaartweekend, zeg maar. Dus dan zijn we zoveel dagen vrij. En dat is precies met het lekkere weer. En de timing kon dus echt niet beter zijn. Ik heb er zo'n zin in. En ik zit eigenlijk te denken om nog even te kijken of ik een lichtbedje kan bestellen. Want dan kan ik ook zon in de tuin. Ik doe dat eigenlijk nooit omdat er gewoon geen fijne plek is, zeg maar, om dat te doen in de tuin. Maar ja, ik denk ook dat de leeftijden misschien wel weer te lang zijn. Aangezien alles heel lang duurt. Ja, ik wil dat echt al zo lang en doe het eigenlijk nooit. Ik bestel het gewoon niet. Terwijl ik het wel heel graag wil hebben. Maar misschien moet ik ergens naartoe. Oh ja, dat vergeet ik helemaal te vertellen. De auto, het is gelukt vandaag. Dus morgen hoef ik alleen maar voor die steenslagstrips nog naar het schadebedrijf terug. En dan is het gewoon even voorlopig helemaal klaar met de garages. Het is er gewoon gelukt om het af te krijgen vandaag. Dus ik hoef niet tot juni te wachten. En ik ben zo blij en zo opgelucht. Ik was er zo klaar mee. Dus dat is echt wel reden om eigenlijk de vlag uit te hangen. En misschien moet ik dat ook maar letterlijk doen. Goed, ik ben wel op tijd nu vast alles klaarzetten voor morgen. Laatste ochtendje even school en dan even denken. Donderdag, vrijdag staat er zo'n 5 dagen niet vroeg opstaan. Dus dat is wel echt gewoon geniaal. En ik zit trouwens echt vol van het eten. Want normaal, als ik dan druifjes maak, zit er ook nog wel van te snoepen. Ik heb echt zo geen trek nu om iets te snoepen. Maar ik heb ook echt veel gegeten. Op een gegeven moment dacht ik echt, ik zit vol, ik neem niks meer. Nou, toch nog een paar patatjes pakken. En toen lag er een worstje. Nou, een klein worstje. Doe ik die ook nog wel. En zo door en zo door. En dan heb je op een gegeven moment echt gewoon eigenlijk nog een heel bord leeg gegeten. Aan allemaal kleine dingen, terwijl je zegt dat je vol zit. En ik dat ook echt zat. Dus volgens mij pas ik echt bijna niet meer in mijn broek. Mijn buik staat echt zo bol, dat het gewoon niet leuk meer is. Oké, ken je dat gevoel? Dat je zo vol zit van het eten dat je geen honger hebt, maar toch een hongergevoel hebt en wilt eten. En weet dat als je gaat eten dat je echt buikpijn krijgt, maar je gewoon honger blijft houden. Nou ja, dat dus. Nou, dan neem ik toch maar een appeltje. En nu is het tijd om naar mijn bedje te gaan. Want ik mag nog één keer vroeg op. En daarna heerlijk 5 dagen genieten van uitslapen. Wat ook weer betekent dat het over 5 dagen weer heel moeilijk is om weer op te gaan staan. Maar goed, dat is een probleem wel 5 dagen. Morgen laatste dag en laatste keer garage. Dus dat moet erna gevierd worden. Ik wil wel even de vlog nog afsluiten. Vergeet niet een duimpje achter te laten en te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!